U hebt al gehoord, de liederen worden helemaal opnieuw gearrangeerd voor ons. En dat doet onze pianist, dirigent, arrangeur, muzikaal leider. Mag ik een hartelijk applaus voor Martin Rudolf. Het volgende nummer kent u misschien wel. Johanna, ook over zo'n dienstmeid die in die tijd heel veel voorkwam. Maar heel anders dan dat Rijk de Gooier deed een tijdje geleden. Johanna. Johanna, een meisje van 17 jaren, dat was een aardig ding. Maar had op het gebied van de liefde totaal geen ervaring. Zij was een aardig meisje, bedrijvig als een hen. Zij diende bij gegoede familie als meisje voor halve dagen. Johanna, Johanna, als meisje voor halve dagen. Johanna, Johanna, als meisje voor halve dagen. Toen is in haar leven de liefde gekomen van heinde en van ver. Het was een arme schoenlappersjongen. Stonk naar jenever. Hij had zijn laatste centen la, la, la. Aan borreltjes neergeteld la, la, la. En eiste om de rest te betalen van het meisje haar spaargeld. Toen zij hem dit niet wilde geven, bedreigt hij haar met zijn el. De kast der gegoede familie, 6 zilveren eetlepels. Maar toen de misdaad uitkwam, daarvan verdacht men het arme dicht. Met schande beladen werd zij ontslagen, toch was zij onschuldig. Onschuldig, Johanna, Johanna. Johanna, Johanna, toch was zij onschuldig. Zij kon de schande niet langer verdragen. Ze scheermes in haar vel. En sneed zich compleet in twee halen verdelen. En bloed spoot ten hemel. Daar lagen nu twee delen. Tezamen slechts één lijk. De vrije die naar het lichaam kwam kijken, die bibberde vreselijk. Johanna, Johanna, die bibberde vreselijk. Johanna, Johanna, die bibberde vreselijk. Hij kon zijn misdaad niet langer verhelen. Men schoot hem in een hok. En daar de galg toevallig bezet was, stierf hij op het hakblok. En wat nu de moraal steeds door het leven, maar hoed u voor schoenlappers. Ga braaf en deugdzaam steeds door het leven, maar hoed u voor schoenlappers. En wat nu de moraal is, al van dit schone vers. En wat nu de moraal is, al van dit schone vers. Van dit schone en deugdzaam steeds door het leven, maar hoe doet u voor schoen?